Vandaag ben ik natuurlijk niet alleen. Ik ben natuurlijk samen met Timo. En ik heb nog twee speciale gasten die ik aan jullie ga voorstellen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees en vandaag ben ik weer in Zwolle, zoals jullie kunnen zien. In dit park ben ik namelijk best wel vaak. En jullie hebben waarschijnlijk ook al heel veel video's van mij gezien in dit park. Vandaag ben ik natuurlijk niet alleen. Ik ben natuurlijk samen met Timo. En ik heb nog twee speciale gasten die ik aan jullie ga voorstellen. Jongens, kom er even bij. Iedereen. Timo, sleur Timo mee. Sleur Timo mee. Even Timo mee sleuren. We hebben je boy Timo. Welkom en leuk dat je hier bent in mijn video. Leuk dat je kijkt. Dit is... Hoe heet jij? Tjo. Mag even kijken hoe je heet. Oké, hoe heet hij Timo? Even serieus. Ja, het staat hier. Normaal als je zoiets koopt, dan staat dat ergens in. Oh, hij heet Dryfit. Hier. Hier is het. Nou, ja. Dit is dus Dryfit. En dit is Alessa. Elisabeth. Oh, dit is Elisabeth en dit is Dryfit. Welkom jongens in mijn video. Woo! Zij gaan vandaag meedoen. Knolpower! Ja, dat was hem. Zij gaan vandaag meedoen in mijn video en wat we als volgt gaan doen, we gaan zo meteen met z'n vieren steen, papier, schaar doen. Degenen die hetzelfde hebben, horen bij elkaar. Nee, ze kunnen ook. Want jullie zijn jongetjes. Team kleine jongetjes tegen team Zonnebrand. Ja, dat zeg ik. We kunnen ja, misschien... maar dan moeten we nu bij elkaar horen. Niet misschien, want misschien hebben we niks aan. Ja, maar durven jullie het tegen ons aan, jongens? Ja, makkelijk. Dan hebben we team Zonnebrand. Wow! Kom hier. Laat kom je hier. Horen! Hey. Nu wil ik hoe cool jullie samen zijn. Ja. Ik maak het geluid wel. Hey. Dat betekent dus team Zonnebrand tegen... Priceless! Oh. Wat? Dus wat zijn jullie jongens? Team de zon! Dat betekent team Zonnebrand neemt het op tegen team Zon. We gaan kijken wie er vandaag gaat winnen. Laat even weten hier in de reacties wie jij denkt dat gaat winnen. Laat sowieso een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent op mijn kanaal. Ga super hard. Bijna 160.000 abonnees al. Timo gaat ook lekker, dus check Timo ook zeker even uit daar in het i'tje. Ik had steen. Nee, ja. Jij mag kiezen. Wil je beginnen? Nee. Wij mogen beginnen. Oké. Okay, ga jij beginnen lekker. Of ga ik beginnen? Begin jij maar. Beginnen we dan een beetje makkelijk? Mag ik ook stikken en doen en challenges? Nee, je mag alles. We moeten even logisch nadenken. Dat kan ik niet, dus daar houdt het snel bij op. Oké, jongens. Kom even hier. We gaan double side doen. Oké. Okay. Dat moet vast wel één vinger uit. Let's go. Hij gaat helemaal. Oh. Hey, je had hem wel. Hey. Dat betekent dat team Zon aan de beurt is. Hij gaat 15 flikflaks doen. Oh, 15? Oké, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nee, die telt niet! Die telt niet, Red! Daar ben ik blij mee, want die hadden we sowieso niet gekund. Rens, wel respect. Even op afstand een box. Ja, wel respect dat je hem hebt gedaan. Lekker gedaan. Ik ben aan de beurt en we gaan voor iets superleuks. De challenge is 3 backpulls achter elkaar. Say what? Kunnen jullie dat? 1, 2, kom mee. Mees. Ik dacht even dat jij het niet ging halen. Ja, hier kan ik het dus makkelijker op dan op deze baan. Heel raar. Mees, ik had dit kunnen weten. Jij geeft ze training! Ik heb hem dit zelf aangeleerd. Waarom zeg je niks? Timo, roepen! Oké, ik doe pull naar pull over pull. Dus je wat? Nee. Timo, ga jij dat proberen? Nee, ik kan het niet. Oké, weet je, ik heb 2 en als ik echt wil 3 kansen. Dus... Ik ga gewoon kijken hoe het werkt. Gast, ik kan niet draaien dan! Oké, geef mij deze kant, Mees. Oké. Lekker jongens, wij hebben ons eerste kruis. 2 kruisen zijn jullie verwijderd van een dikke winst. Misschien kunnen we van Salto het blok op.
Maar waarschijnlijk kunnen ze niet stikken, want ze zijn te klein. Oh ja. Dus ik ga sideflip. Maar dat stikken. Is heel lullig eigenlijk. Maakt niet uit, dit is de game nu. Waarschijnlijk kunnen jullie het. Waarschijnlijk kunnen ze het niet. We gaan een sideflip de bloem opdoen, maar je moet hem stikken. Say what? Zij toch, deze gaan we winnen. Laat je horen voor Timo! Laat je hem vet maken. Timo, je zei dat je een puntje zou geven. Ja, dat was ook het plan. Dit kan niet. Ze zijn gewoon te klein, meisje. Ze kunnen hier niet tegenop. Oké, Rens, vertel. Wat is je bosplan? Nou, zeg maar, ja, hier op je rug vallen en dan... Weer terug op? Ja. Oké, let's go. Nice. Je moet hem stikken. Nee, dat zei je niet. Ja, nee, je deed het al voordat je het zei. Dat telt niet. Oké. Maar als wij hem stikken, dan heb je het gezegd. Oké. Let's go. Let's go! Let's go, Mees. Nou, salto vanaf hier naar die trampoline en dan één trampoline verder. Ja, dus niet nog eentje overslaan, maar één trampoline. Ja. Je begint op deze trampoline, je gaat springen. Je doet een salto van deze trampoline naar die trampoline. En dan salto van die trampoline naar die trampoline. Ja? Dus je slaat een trap. Ja, let maar op. Boom, jongens. Oké. Hé, je kwam wel bijna op de trampoline. Nice. Ik moet even ingrijpen. Ik denk dat wij deze punten hebben nu. Ja. Ik moet even ingrijpen. Ik denk dat wij deze punten hebben nu. Ja. Tjö, nu ben jij wel aan de beurt. Ja, dubbel pull over naar backfull. Oké, nog één keer. Dubbel pull over naar backfull. Oh, yes! Backfull naar dubbel. Easy game. Oké, let's go. Easy game. Nice. Oh, shit. Kijk de video maar terug, Tjö, want ik weet dat je mijn video's wel eens af en toe checkt. Ja. Yes. Yes. Jij ook, Rens? Ja. En ik ben het ook aan. Meen je dat? Ja. Oh, dat doen we. Even. Jullie volgen Timo niet, toch? Jawel. Nee. Jawel. Yes. En niet knippen. Oké, let's go, Rens. Oh. Je hebt nog een poging. Doe nooit een game of flip tegen 13-jarigen, want het gaat mis. Hey, 11. En dit is een 11-jarige, maar die andere is 13. Nee. Oh, jammer. Ze hebben een kruis, maar Rens is wel aan de beurt. En Rens heeft volgens mij een geniaal idee. Echt? Jij hebt nog geen idee, hè? Nee. Ga ik even een batterij verwisselen. A few moments later. Rens, are you ready to rumble? Ik heb gehoord dat jij hele gekke dingen in petto hebt. En ik ben bang. Jij wilt dubbel kaboen naar dubbel kaboen doen? Ja, en je mag hem met handjes landen. Je mag hem met handjes landen. Dubbel kaboen. Wat? Timo! Timo! Ze hebben het echt onderschat. Ze zijn beter geworden dan ik dacht. Wat de heck? Hoop! Mees, we zijn te groot voor deze trampoline. Ja, het kan niet! Mees. Tweede kruisen. Oké, wij hebben twee kruisen. Zij hebben één kruis. Maar dit is gewoon, dit letterlijk. Ik kan het gewoon hier niet in. Die trampoline is gewoon te klein. Oh, en ik weet zeker dat er mensen zijn van mijn lengte die het wel kunnen. Die hier super goed in zijn, maar ik ben hier oké in. En om dan op zo'n trampoline te doen, dat is niet te doen. Ik moet ze een kruis gaan geven, want anders dan kunnen ze de volgende ronde met de winst vandoor gaan. We gaan voor een combo. Barani, backflip, dubbel backflip, backflip. Ik heb vandaag nog geen backfull gedaan. Dit een dub back bedoel ik. Dit is heel dom. Een backfull. Ja, heerlijk. Let's go. Heerlijk, man. Hey. Oh. Kijk, dit is iets wat ze op zich wel zouden kunnen. Maar het is een beetje zoals de dubbel kaboen. Rens, hoe voel je?
niet goed. Nee. Nee, shit. Wij hebben twee kruisen. Zij hebben twee kruisen. Hey, ja, we hebben één kruis. Die hebben twee. Oh nee, twee. Oh nee. Nee, niet vals spelen. Ik hoor net dat Rens hem nog een keer wil proberen. En hij heeft een sketchy redo, dus hij mag er gebruik van maken. Ja? Tjo, nou. Gaan we dat doen? Ja. We gaan het doen. Nee, shit. Oh. Toch twee kruisen voor jullie. Tjo, weet je al wat je gaat doen? Ja, denk het wel. Wees voorzichtig met wat je gaat doen. Gaat de man hem zelf, zevenjarige kleuter, gaat hij het afmaken of niet? Dubbel pullover naar dubbel pullover. Oké, maar hoe moet je landen? Op knietjes. Als jij deze trick doet, hebben jullie gewonnen. Yes! Yes! Ze zitten daar te bijten. Timo, Timo, jij hebt nog twee pogingen. Ik? Ja? Ik, Mees van Dam, geloof in jou. Je hebt twee tries. Zij zeggen één, maar wij hebben een sketchy reel. Oké, ga even weer hard sneller draaien. Oké, ja. Ja? Ja, ja, naar je rug. Ja! Kom op, kom op, kom op. Kom. Nog één poging. Nog één poging. Jongens, hij heeft nog één poging, hè? Nee. Wel sketchy reel. Oh, jawel, hij heeft sketchy reel. Ja, dat is goed, dat is goed. Ja, ja, naar je rug. Oh! Oké, okay, je hebt het geprobeerd. Jongens, gefeliciteerd. Je bent verbrand. Bij de 10.000 likes gaan we nog een wedstrijdje doen. En dan hebben wij geen genade. Dan gaat er iets heel anders gebeuren. Let maar op. Maar het was sowieso een leuk experiment. Want kindjes van 11 en 13 kunnen op sommige vlakken blijkbaar beter springen dan wij. Is ook voor de rest niet erg, maar vond je deze video nou leuk? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je nieuw bent. Check ook zeker even Timo uit. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Later! Hey.